Jij bent opgegroeid in een christelijk gezin. Je hebt gezegd, God gaf mij volleybal en volleybal bracht mij bij hem. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelde? Ik geloof dat God mij dit talent gegeven heeft. Ik heb jarenlang toch wel geworsteld met het geloof en wat het voor mij betekende. En opgroeien in een christelijk gezin betekent dat je je weet van de Bijbel, je kent alle verhalen en je weet hoe je zou moeten geloven, maar ik had er nooit echt een gevoel bij. En ik weet nu na zoveel jaar dat volleybal mij ten eerste mijn vrouw gegeven, waar ik nu mee getrouwd ben. En als ik niet had gevolleybald, had ik haar nooit tegengekomen. Dus dat was voor mij al het eerste teken waarin God mij liet zien dat volleybal de enige weg voor mij is. Ja, ik moet toch zeggen dat ik sinds haar heb leren kennen, een andere weg ben ingeslagen. En dat ik daardoor God beter ben gaan leren kennen. En hij heeft mij door het volleybal de mogelijkheid gegeven om over hem te praten. Of om hem beter te leren kennen. Om met mensen in aanraking te komen die normaal gesproken niet van hem zouden weten. En ik denk dat de sport voor mij een mogelijkheid is om van hem te vertellen. Maar ook om een ander mens te zijn. Om op een andere manier in het veld te staan dan een heleboel andere mensen. En dat ook vooral daardoor mensen zich gaat afvragen van waarom is hij anders dan anderen. En ik denk dat volleybal de manier is voor mij en dat hij mij het volleybal gegeven heeft om hem bekend te maken in de volleybalwereld. En om mij ook te helpen om te groeien in mijn eigen geloof samen met mijn vrouw. Geloof ik ook het feit dat hij mij het volleybal gegeven heeft in eerste instantie. Het talent wat ik heb gebruik om mensen van hem te vertellen. Ik denk dat dat echt de reden is waarom ik dat talent heb gekregen van hem. En die unieke mogelijkheid hebben meer mensen in de sportwereld. En het is een harde wereld. Er is veel egoïsme, veel over mijn lijk mentaliteit. En ik denk dat er zeer veel behoefte is aan God. En ik heb de mogelijkheid om nu van hem te vertellen. Wat ik ook gezegd heb in mijn getuigenis is dat ik natuurlijk zelf geworsteld heb met regels. En vooral ook geworsteld heb met het volleyballen op zondagen. En ik vooral wil meegeven aan de jeugd is dat ze, als ze echt willen gaan voor hun talent, dat geloof geen obstakel hoeft te zijn. Ik denk dat iedereen die dat talent gekregen heeft om hoog te sporten, om daar iets mee te doen. En dat God echt het talent geeft aan de mensen om dat verder te ontwikkelen. Dus ik wil ze vooral meegeven dat ze zeker kunnen geloven en sporten op hoog niveau of op hetzelfde moment. En dat het geen belemmering hoeft te zijn voor ze. Dankjewel en heel veel succes in de vervolg van je carrière. Dankjewel.